Nou, dan kunnen we weer gerust rustig verder. We hebben gelukkig genoeg tijd, dus dan hebben we nog een derde spreker. En daarna hebben we genoeg tijd ook weer om met z'n allen in gesprek te gaan. Dus dan wil ik eigenlijk zeggen, we hebben Kees Donkers. Urban designer is hij. Hij heeft meerdere projecten, waaronder de meergeneratie woonprojecten. En daar gaat hij zelf een en ander over vertellen. Dus ik zou zeggen, hartelijk applaus voor Kees Donkers. Ja, ik wil even toch een stukje vertellen over context. Ik ben van een iets andere generatie dan jullie, zal ik maar zeggen. Ik loop iets langer mee, dus ik praat ook een stukje ervaring wat ik heb meegemaakt, wat ik heb mogen doen. Dus vandaar, ik ben urban designer. Ik sta hier op persoonlijke titel overigens. Maar ik werk bij de gemeente Eindhoven, maar daar heb ik ook een heleboel dingen los van de gemeente mogen ontwikkelen vanaf 2000 in de samenwerking met de TU en een design academy en later in een virtuele academie, de Brabant Academy. Dus en daar ga ik met name over vertellen. We doen een project dat heet City as a Lab, stad als laboratorium. En daar mag ik dus met studenten samen nieuwe dingen, nieuwe ideeën ontwikkelen. Maar eerst wil ik even snel door een paar aspecten heen. Eerst iets over Eindhoven, want het gebeurt allemaal in Eindhoven. Het gebeurt in dit gebouw. Daar heb ik iets mee. Dat is een soort iconisch gebouw geworden door transformatie, door hergebruik. Iets over de cultuurverandering van de afgelopen 20 jaar, waardoor dit allemaal mogelijk is geworden. Althans, in ieder geval in Eindhoven en hier. En dan de rol van design daarin. En daar ga ik wat dieper op in, omdat ik daar een voorbeeld van heb. Even kijken. Eigenlijk gaat het over het verhaal van Eindhoven. Eindhoven was 20 jaar geleden het lelijkste eentje van Nederland. Komt het eigenlijk wel op neer. Officieel verklaard. Maar we zijn nu de designparel geworden. Hoe is dat gegaan? En dan zoom ik even uit. Foto vanuit de ruimte. En dan zie je Europa. Je ziet boven het woord city zie je dat wij heel veel licht verspillen. Gaat de ruimte in. Maar het is ook een beetje symbool van de energie die hier zit. De kennisenergie, de kennis. Als je inzoomt, dan zie je dat wij centraal liggen als Eindhoven tussen een aantal mainports. Natuurlijk Amsterdam, Schiphol, mainport Rotterdam, de trade, de handel. Maar ook het Ruhrgebied, waar ik zelf veel heb mogen komen in de transformatie. De oude mijnindustrie, de jaren 80. Complete leegstand, complete chaos, complete werkloosheid. Hoe zijn we daarmee omgegaan? Wij hebben daar een rol in mogen spelen. Maar ook natuurlijk Brussel vlakbij. Wij noemen onszelf Brainport, sinds 2000 ongeveer. De haven van de brains. Maar ik zou het liever hebben over Brainfield. Brainport is het verhaal van de burgemeester, die kan dat uitstekend. Het verhaal van de CEO's, vooral internationaal, vooral Korea, China, noem maar op. De handel die belangrijk is en de technologie die hier in Eindhoven wordt ontwikkeld, althans in de regio. Mijn verhaal gaat over de jonge generatie, de zaadjes in de stad. Dat is kort het verhaal. Iets over de stad zelf. Twee jaren tallen van belang. 1920 door Philips groot geworden. 1920 een aantal dorpen geannexeerd. Die nou stadsdelen zijn en 1990 de stop van de groei. We groeiden elk jaar maar weer. Aan de buitenkant werden wijken bijgebouwd, concentrisch. En we zijn toen de stad gaan dotteren. Ik mocht toen bij de gemeente gaan werken. Eigenlijk zijn we de stad gaan hergebruiken. Eerst de infrastructuur. Een netwerk maken van openbaar vervoerslijnen. Zoals je hier ziet. Een nieuwe bus ontwikkeld. Een bandentram, zeg maar. Door de overblijfselen van DAF, zou je zeggen. Maar de kennis van DAF is daarbij gebruikt. En we hebben de eerste lijn vanuit het centrum naar Eindhoven Airport ontwikkeld. In een nieuwe as, als het ware. Langs die as lagen ook de Philips-complexen, die ook midden jaren 90 in Eindhoven leeg kwamen te staan. Grote werkloosheid, gebied 1 tot 5. Gebied 1 is de Emmasingel, de Witte Dame. Gebied 2 het PSV-stadion. En 3 strijp S. Nou, die gebieden kwamen allemaal leeg. Ik mocht als stedenbouwkundige bij de gemeente vanaf 92 ongeveer in dienst komen om daar iets aan te doen. En het eerste verhaal was het verbinden van het oude Philipsfabriekje met dwars door de Witte Dame heen met het achterliggende Philips-terrein. Eigenlijk werd gezegd door Philips toen ze dat terrein terug wilden geven aan de stad, tussen aanhalingstekens. Wij willen nog 1/3 ongeveer achterhouden voor onze eigen industrie, maar 2/3 is voor de stad. Wij willen dat als nieuw stedelijk gebied door jullie laten ontwikkelen, stad. Nou, de stad kocht in die tijd nog niet, maar er werd wel samen met de Philips plannen ontwikkeld. En daar mocht ik dan aan werken. Een groot masterplan eigenlijk voor de hele strijpzone. Eerste gebied was dus gebied 1. Witte Dame nog even. Wat gebeurde er als dwars door de Witte Dame? Verbinding van de Philips fabriekje met het lichtapplicatiecentrum wat achter de Witte Dame ligt. Richting PSV Stadion. Een soort as van stedelijkheid. Witte Dame werd hergebruikt. Daar zal ik dadelijk iets over vertellen. En niet alleen dat gebeurde. Er werd ook een aantal rode heren bijgebouwd. Want die ene Witte Dame was zo mooi, die verdiende op zijn minst 3 rode heren. En hij werd als het ware ook verticaal opgetuigd in de eerste woontoren in Eindhoven. Een nieuw ensemble wat refereerde aan de architectuur van
1930, maar toch ook eigentijds was en in baksteen opgetrokken. Zo is de stad eigenlijk verdicht en zelfs de toren, toen de Philips directie ook wegtrok, in 1997 is ook de toren, het icoon van Eindhoven tot dat moment, hergebruikt en is het nou het leukste restaurant, de huiskamer van de stad, Usine, zou je kunnen zeggen. Met name voor jonge mensen, maar eigenlijk voor iedereen. En zo ziet het dat binnenuit. We hebben ook aan de voorkant iets mogen doen, een soort 8 septemberplein gecreëerd. En daar staat die blob natuurlijk als een soort pareltje van de nieuwe identiteit van de stad. Groet uit Eindhoven is eigenlijk deze briefkaart, zou je kunnen zeggen. Nieuwe stijl. We hebben ook ontdekt dat lege fabrieken ontzettend aantrekkelijk kunnen zijn voor jonge mensen. Loft wonen. Als een cultuur die is opkomen zetten, ja, eigenlijk ook in de jaren 90. En dat is eigenlijk het logo geworden voor Strijp S. Daar zie je grote, lange fabrieksgebouwen die zijn herontwikkeld. Door studiegenoten van mij, Jokoene, Bert Dirks. En wat er is gebeurd is eigenlijk heel subtiel, zijn er kleine dingen aangevuld. Er is een koker, grote kokers zijn er geplaatst, waardoor verdiepingen onderling werden verbonden. Een soort hart in het gebouw gebracht. En je kon dus kiezen tussen de lift, grote liften, waar je van de ene verdieping naar de andere gaat, maar in principe nooit met elkaar praat. Of je kon kiezen in deze ruimte waar je als het ware adem kunt halen, via een hele smalle trap, 70 centimeter breed, van de ene naar de andere verdieping gaan. We noemen dat sexy stairs, omdat je moet elkaar aanraken. En dat betekent dat er gesprek ontstaat. En dus in feite is het alternatief. En mensen kiezen over het algemeen deze trap, in plaats van de lift. Het tweede verhaal gaat eigenlijk over de verandering in de cultuur. Dat is een heel persoonlijk verhaal. En dat betekent dat ik inderdaad al wat langer meeloop. En eigenlijk net zoals jullie begonnen met na mijn studie met hier te wonen. Toen ik, hoe oud was ik? 27, denk ik. Witte dorp, woonden alleen maar oude mensen, woonden geen kinderen. Ik kreeg kinderen, 29ste. En mijn kinderen waren de eerste kinderen in de buurt. En wat wij deden was gezamenlijk onderhoud. Kun je gewoon weer eigen voordeur pakken. Je kunt je eigen huis gaan schilderen. Als je buurman het ook doet, krijg je 10 kleuren wit. Als je het gezamenlijk doet, krijg je 1 kleur wit. En ga je het organiseren. Nou, we hebben zo'n onderhoudsfonds van de grond gekregen. Moesten 100 deelnemers van de 130 eigenaarbewoners hebben om een vorm van subsidie te krijgen bij de gemeente. Is gelukt. We hebben daardoor niet alleen een boekje gemaakt over de wijk, 50 jaar bestaan gevierd, maar ook zelfs Rijksmonumentenstatus verworven en een poster daarvoor gemaakt. Het leuke van dit verhaal was dat we, wat we voor die 264 witte dorpwoningen hadden bereikt, een soort opwaardering kregen toen we in een Plaza Ventura, een theater om de hoek, een debatprogramma begonnen over de kwaliteit van de stad. Dus niet alleen over zo'n klein witte dorpje in de stad, maar waarom niet over de hele stad? Dat was in de tijd dat de gemeente Eindhoven de Witte Dame wilde slopen. We hebben gezegd, dat moeten we gewoon niet doen. Kunstenaars in de stad, Bert Hermes, wilde daar eigenlijk 20.000 vierkante meter ateliers van maken. Dat is ook niet de oplossing, maar het gaf wel aan dat er waardering was voor die gebouwen. We hebben dat debat georganiseerd, 7 jaar lang. Waarbij we met name jonge mensen, middelbare scholieren, hebben gevraagd om hun ideeën over de toekomst van de stad te verbeelden. Korte videoclips met beelden bijvoorbeeld over hoogbouw in de stad. Kan 100 meter hoogbouw worden gerealiseerd, ja of nee? Ze vonden het fantastisch om die clips te maken. 3 minuten, heel geconcentreerd, beelden van jonge mensen met muziek van die tijd. Prodigy, kan ik me herinneren. Schitterende muziek uit die tijd met beelden van hun ideeën. Volle bak, altijd volle bak. Net zoveel t-shirts als stropdassen. De bouwwereld was vertegenwoordigd. En de bouw op de opdrachtgevers, maar ook de jonge mensen, de studenten, maar ook de architecten. En dit is een beeld van, wat ik niet zal vergeten, John Habrake, de oprichting van de faculteit bouwkunde in 1967. Maar ook Winnie Maas, als jonge hond nog, nu een bekend en beroemd architect, MVRDV. Maar ook Maarten Kloos Amsterdam, Arkam, directeur van Arkam toen. Zij kwamen allemaal naar Eindhoven om mee te denken over de toekomst van de architectuur in deze stad. We hebben boekjes uitgebracht. Re-arch gaat eigenlijk over re-architectuur. Herwaardering van goede kwaliteit in architectuur. Maar ook een boekje over van Witte Dorp naar Witte Dame. We werden uitgenodigd in 1994 om naar Essen te gaan. Essen stond toen aan het begin van de grote omvorming IBA Emscher Park. Bouwerstelling Emscher Park om dat hele overgebleven mijnengebied te hergebruiken. Wij waren blijkbaar inspiratiebron voor Essen met Witte Dorp en Witte Dame om hun grote industrieel erfgoed te hergebruiken in plaats van te slopen. Want dat was gewoon niet haalbaar, te duur. We hebben toen in 2000... dankzij burgemeester Welsje, dat was de initiatiefnemer hiervoor, en mijn collega Karel van Dijk, het initiatief genomen om grote ontwerpers voor 2 weken naar Eindhoven te halen. Mendini, Branzi en Pieter IJzerman kwamen hier en die werden gekoppeld aan toptalenten uit
uit de studentenwereld. Maar niet alleen architecten. Er was één architect bij, een dichter en een landschapsarchitect. In kleine teams werd nagedacht over de toekomst van de stad. Bijvoorbeeld nieuw station, spoorzone. Het was zo inspirerend dat Pieter IJsman, toch een beetje een top A-architect uit de wereld, die kwam met een Concorde van New York naar Parijs, anders kwam hij niet. Kostte geloof ik 10.000 gulden toen nog, per keer. Ik denk, nou jongen, maar hij kwam dus voor niets om het eindresultaat te presenteren op de TU. Hij zit hier volle bak. Hij was weer trots. Grote houten maquette gemaakt, deze, met een idee over een nieuw station. Het gaat eigenlijk niet over een nieuw station, het gaat over het feit dat je talenten in je stad benut om na te denken over de toekomst. Het gaat over dat principe. Die maquette hangt overigens nog steeds als een soort icoon binnen de faculteit bouwkunde. In Vertigo. Nou, we hebben toen ontdekt dat het van waarde was voor de stad een universiteit te hebben waar je de studenten kunt betrekken bij het nadenken over de toekomst van de stad. De stad als laboratorium. 2000 was dat. Ik mocht dat programma gaan doen. En het was heel inspirerend omdat we meteen terugkoppelden vanuit de TU naar de stad. In een stadhuis werden eindresultaten gepresenteerd door de studenten. Ik had een afstudeeratelier, gemiddeld 15 afstudeerders. En die presenteerden daar ideeën. We hebben daar een boekje over gemaakt, de stad als laboratorium. Het heette E+, overigens. Waar al de plus al een stukje synergie weergeeft. En we hebben dat lege kartongerecht, wat naast het stadhuis lag, toen gebruikt in 2005. Er woonden toen 3 studenten, geloof ik, om tijdens de designweek die eerste ideeën te presenteren. Maar dan niet in Plaza Ventura, maar in de grotere schaal. 300 man binnen. Meteen de eerste keer raak. En ik weet toch dat Liedewij Edelkort, die kwam binnen, directeur van de academie, die zei, van Design Academy, die zei, nou, dit is wel zo gave, het lijkt wel een tempel. Dus zij heeft daar naderhand, 2 jaar later, haar tempel van design van gemaakt. Jo Koenen, studiegenoot van mij, we zijn hetzelfde jaar begonnen, hetzelfde jaar afgestudeerd. Hij was stadsarchitect onderhand van Eindhoven, 15 jaar lang samengewerkt aan Smalle Haven. De oplevering daarvan hebben we ook gevierd met 5 generaties wethouders, maar ook met 8 architecten met wie we 15 jaar lang hebben samengewerkt. De oplevering van het Katharinaplein. Maar Lady Ida werd gevraagd om zeg maar, de mix van kerkorgel en kerkklokken met kraftwerkmuziek te maken. Mijn eerste inspiratiebron overigens om oude en nieuwe muziek met elkaar te koppelen, hergebruik van muziek. En we hebben toen gezegd, toen dat geld stopte, we hadden aanvankelijk een budget vanaf 2003 tot 2009 van de gemeente, grote stedenbeleid. Dat stopte en we zeiden, we gaan gewoon door. We hebben zoiets moois opgebouwd. We gaan gewoon door zonder geld van de gemeente. Misschien wel een beetje van bureaus. Dat is ook opgedroogd, want de bouw kwam ook stil te liggen. En nu bestaan we nog steeds eigenlijk zonder geld. Je ziet Merienne zit hier al bij, wethouder toen. Maar ook Adriaan Geuze, de architect voor Strijp S. En John Haanbraken, de oprichter van de faculteit bouwkunde. Dus ze hebben allemaal meegedaan en deze virtuele academie is nog steeds een bron van uitwisseling van energie en kennis. We hebben het zelfs ook naar het buitenland gedaan. Nederland-Rusland, samenwerking, ik ben er heel vaak geweest. Het Ruslandjaar, het jaar van de vriendschap. Ik zal daar wat meer vertellen, want ik heb nog steeds heel veel vrienden in Rusland. En we werken heel goed samen. We hebben toen een project gedaan, ging over een watertoren in Jekaterinburg. Een soort witte dame van Rusland bijna. En toen hebben we voor het eerst een workshop gehad om aan te tonen dat generaties kunnen samenwerken. Natuurlijk ook over de historie, dat history opnieuw sexy kan zijn, aantrekkelijk voor een nieuwe generatie en hergebruik centraal staat. Dit is een soort context die ik wil schetsen, dat jullie van tevoren weten hoe dat project van 60 plus 30 min is ingebed. Ook in de geschiedenis van deze stad. Mijn verhaal gaat eigenlijk over dat mijn vak, stedenbouw, blueprint, tekenen, compleet veranderd is. Het is eigenlijk een vak van de vorige eeuw. De steden breiden niet meer uit, ze krimpen. Het gaat niet meer over het stenen, het gaat over mensen. En ik ben helemaal terechtgekomen in de wereld van social design. Ik zal uitleggen hoe dat zit, want eigenlijk gaat het over het ontwikkelen van nieuwe concepten, hoe mensen kunnen samenleven in de toekomst. Een nieuwe generatie, jonge mensen in de toekomst, hoe denken zij na over hun toekomst? En ik heb dat share and care genoemd, we gaan voor elkaar zorgen. Ik zorg voor ik heb kleinkinderen, ik heb 4 kleinkinderen. Ik pas 2 keer per week op. En ik zorg dus voor het feit dat bij mijn kinderen ze alle 2 de baan kunnen houden. In balans is met en ook niet te veel geld kost om de kinderopvang te regelen. Eigenlijk is dat een heel klassieke vorm die je ook in de Russische cultuur tegenkomt. Maar die tegenwoordig veel lastiger is omdat je niet altijd bij elkaar woont. Wat mij is opgevallen is, en dat heb ik ook zo genoemd, dat
er nieuwe communities gaan ontstaan. Nieuwe gemeenschappen, nieuwe woongemeenschappen, die eigenlijk doen denken aan wat er in 68, 69 is gebeurd. Ik ging toen net studeren. Mei 68 was een culturele revolutie in één maand tijd. Het onderwijs ging op zijn kop. Ik weet wel dat ik tentamen zat te doen, mijn eerste studiejaar, en dat ik naar huis werd gestuurd door een oudejaars student die zei: jongens, die tentamen, die vak is helemaal niet belangrijk. Het gaat over maatschappij. Het gaat over maatschappijgericht onderwijs. En eigenlijk werd heel het onderwijs op zijn kop gezet, opzij gezet. En we hebben die zomer, we hadden geen hoogleraren meer. We hebben zelf ons onderwijs gemaakt in de zomer van 69. Het was ook de zomer van Woodstock. Eigenlijk zag je dat in Woodstock ook het eerste festival ontstond. De eerste wetten, de eerste regels overboord gingen. Het was een complete chaos eigenlijk, maar ook een stukje ontdekking van een nieuw tijdperk. En voor mij is eigenlijk wat er nu gebeurt ook een soort Woodstock. Alleen het is geen revolutie, het is een evolutie. Het gaat kamerbreed, heel geleidelijk aan. En overal. In Rusland, en ik mocht vorige week in Californië zijn, Silicon Valley. Rusland, Silicon Valley, Skolkovo werkt samen met Amerika, notabene. Zijn gewoon dikke vrienden. Ontwikkelen wetenschappelijke innovaties. Dat doen ze in de ruimte, dat doen ze op de Noordpool. En ook als het gaat om de toekomst van onderwijs. Dus dat gaat gewoon door. Het trekt zich niks aan van politiek. Dat ontwerp, dat onderwerp share and care, zorgen voor elkaar, voor generaties. Dat is eigenlijk de basis geworden van een project wat ik 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden met studenten heb gedaan. Russische studenten. Het is eigenlijk een kruising tussen wat je hier ziet, de communalka in Rusland, de Sovjetperiode tot de jaren 90. Verplichte samenlevingsvormen waarbij mensen met weinig salaris op 1 verdieping een klein huisje hadden, een klein appartementje. En een keuken en een badkamer moesten delen op 1 verdieping. Dat was de formule. Daar zie je hier beelden van, schilderijen met een stukje toch romantiek. Dit is de huidige vorm zoals dat wordt hergebruikt in Sint-Petersburg. Complete paleizen staan leeg. Studenten gaan daar wonen. Net zoals wij in het kantongerecht. Ik trof daar 3 studenten aan die daar wonen. Anti-kraak, zeg maar. Dat is eigenlijk ook in Rusland aan de orde. In zo'n stad als Sint-Petersburg. Fantastische paleizen die op deze manier worden bewoond. Dit is het oude share and care. Een badkuip, een aantal fornuizen naast elkaar. Zo leefden de mensen in Rusland. Wij hebben dat project gekruist, als het ware, met de Woodstock-periode, met de vrije tijd en de communes. De experimenteercommunes, en dit waren de communalka's, zoals dat in Rusland heet. Wij hebben gezegd, we gaan deze school, een leegstaande school in Tongeren, gaan we een ontwerp voor maken om die generaties te laten samenwonen. Het is een beetje de locatie, een leegstaande school aan een straat, aan een wat onduidelijke situatie die we maar even plein noemen. Je ziet hier een aantal klaslokalen, 7x7, kwamen leeg, stonden leeg. En we mochten dat gaan hergebruiken, althans in ontwerp. En we hebben dat zo opgelost dat met studenten samen we hebben gezegd, we gaan de gangruimte waarmee die klaslokalen werden bereikt. Dat is eigenlijk de ruimte die we nog privé willen hebben. 1/3 als privéruimte voor je badkamer, je slaapkamer. Maar 2/3 kun je gemeenschappelijk maken. Kun je gemeenschappelijk gaan gebruiken. Community hebben we dat maar genoemd. Nou, hier zijn die ideeën uitgewerkt. Studenten hebben dat ook presentabel gemaakt. We hebben dat samen gedaan met collega's van de gemeente, maar ook van woonbedrijf als coöperatie, die hier ook middelen voor beschikbaar stelden. We mochten wat goedkoper met Russische studenten in een huis wonen aan de overkant, waar ik ook dan een studiootje had voor die Brabant Academy. En we hebben die concepten verder uitgewerkt. En het gaat exact over wat jij net ook vertelde. Verschillende samenlevingsvormen. Mensen die alleen staan. Mensen die eenzaam zijn. Tegenwoordig zijn heel veel mensen ook eenzaam. Maar ook over families. Toch, gezinnen komt nog steeds voor. Hè? Kinderen komt ook nog steeds voor. Maar ook vaak kinderen met 1 ouder. Nou, dus er is heel wat wisseling in de markt, zou ik maar zeggen. En we hebben geprobeerd om dat allemaal onder te brengen. Nou, hier zie je dat het heeft geleid tot de concepten waarbij we af en toe zelfs een vloer hebben doorgebroken tussen 2 klaslokalen. En waardoor je een soort centrale huiskamer krijgt die ook meteen podium kan zijn, zoals we dat hier in het verleden ook hadden in deze plek. Waardoor zo'n woongebouw, zo'n oude school, in één keer een heel andere identiteit krijgt. Je woont daar met verschillende generaties. En je deelt een aantal dingen met elkaar. Maar het gaat om de balans tussen privé en openbaar. 1/3 privé, 2/3 openbaar. Dat is een beetje de formule. Nou, dat hebben we verder uitgewerkt. Hebben we aangeboden aan woonbedrijven. En hier zie je wat sfeerbeelden die dat illustreren. Waardoor je, zeg maar, hier zie je zo'n tribune bijvoorbeeld. Hè, zo'n verbinding tussen 2 verdiepingen. Dat kan een soort mini-theatertje zijn. Het kan ook zijn dat je, ja, met voetbalwedstrijden kijken vaak samen. Maar je kunt ook een keer een aantal kinderen een voorstelling laten doen. Of een verjaardag van een kinderpartijtje organiseren.
Er zijn van allerlei dingen mogelijk die de creativiteit bevorderen van die woongroep. Je hoeft niet alles samen, maar je kunt het wel. Eigenlijk is het hetzelfde wat wij in het Witte Dorp hebben gedaan. We hebben ook een Burgplein waar het stikt van de kinderen. Ik ben nou de oudste onderhand van in het Witte Dorp geworden, maar er zijn zoveel kinderen bij. Als het eerste voorjaarszonnetje komt, dan is het Burgplein helemaal gevuld. Om niet te spreken over Koningsdag, dan zie je geen grasprietje meer. Dan is het echt helemaal volle bak. Dat is echt heel leuk. Nou, ik stel me voor dat in zo'n pand datzelfde kan gebeuren. Het delen van wasmachines, hebben we het al over gehad. Het delen van een keuken, als je wil. Nou, dit zijn de situaties zoals je die er aantreft. Een gang waarbij die verbinding met die kamer, die kun je gaan benutten. Dit kunnen aparte cellen worden dus. Hoef je helemaal niet veel te breken en te slopen. Druk op de verkeerde knop. Dit is aan de overkant een oude winkel, een winkelstrip die ook leeg stond. Daar hebben wij ons kantoortje van gemaakt, onze studio. Beneden doen we heel veel dingen samen. Is ook een buurtgebeuren geworden. Zij organiseren filmavonden. De mensen komen heel vaak binnen, ze werken samen met Vitalis aan de overkant. En daarboven wonen dus Russische studenten tot voor kort. En nu wonen er Eindhovense studenten. Maar we werken heel veel samen. En we ontwikkelen allerlei ideeën samen met jonge mensen. Hier zie je dat. Studenten van de Design Academy, student uit Rusland. Zij komt uit Rusland, die twee. Hij komt uit Nederland. Zij zijn internationaal, maar studeren op de Design Academy. Werken allemaal samen. En het is heel leuk. Het geeft mij in ieder geval heel veel energie om met die generatie samen te werken. Ze hebben zich zo ontwikkeld dat ze dit jaar op eigen benen staan. Binnen een half jaar op eigen benen. Ook financieel op eigen benen. Cornerspot heet het. Het zijn twee jongens, afgestudeerd Design Academy. En die organiseren dat allemaal. En ja, organiseren ook die uitgaven. En organiseren avonden in die wijk. Voor mensen uit de buurt. Het is heel kleinschalig. Soms zijn er maar een man of 10. De helft van wat hier zit, wij spreken. Maar ze doen het wel. Het is heel geregeld. En ze zijn een soort motor in de wijk voor kleinschalige initiatieven. Nou, vorig jaar hebben we in de zomer in die school, zouden 10 Russische studenten komen om een maandje een summer course te doen. Maar er kwamen uiteindelijk 32. En we hebben ze allemaal kunnen onderbrengen. Ze hebben het allemaal gewoond. Ze hebben een fantastische zomer gehad. Nou willen ze weer komen. Dus dan moeten we dat maar regelen. Maar we hebben toen studies gedaan naar hergebruik van kerken. Want we hebben ook heel veel kerken in Eindhoven leeg. En er worden er steeds meer. Kloosters, noem maar op. Zoveel leegstand zijn zulke mooie ruimtes. Nou, hier zie je een paar van die ideeën. Ik ga er niet dieper op in. Het gaat maar om het feit dat je zelfs buitenlandse culturen binnen kunt halen om met nieuwe ideeën te komen. Die meisjes die willen dit jaar weer komen. Die hebben samen een fantastische zomer gehad. Ik heb ook gezegd, jullie komen hier. De helft van de tijd hebben we fun. Dan gaan we excursies doen naar Duitsland, noem maar op. En de helft van de tijd is studie. Maar het is een zomercursus. Je ziet, ze kunnen allemaal fantastisch tekenen. Er zijn fantastische ideeën. Ik ga zaterdag weer naar Tjumen, een stad in Midden-Rusland, waar die plannen worden gepresenteerd op een architectuurfestival. Nou, dit is een fantastisch plan, maar het gaat te ver om dat uit te leggen. Ik wilde mijn verhaal beperken tot het verhaal van de 60 plus 30 min. En dat is gepresenteerd afgelopen zomer aan een paar oude mannen, zoals je hier ziet. Dat is het bestuur van een Sociëteit voor Urban and Regional Planners. Dat is een club die al 50 jaar bestaat, die wereldwijd is. 1000 leden, allemaal CEO's van grote planningbureaus over de hele wereld. Dat is in Eindhoven ooit opgericht, in 1965, door de architect van de TU, van Emden. Die club die zat hier, ik heb die vergadering mogen organiseren. Hier zie je al die Russische studenten, heel veel meisjes. Veel meer meisjes dan jongens dan in Nederland. Maar ze hebben allemaal een fantastische zomer gehad en zij hebben die plannen gepresenteerd. En deze club gaat nu een conferentie organiseren dit jaar. Ik mag daar in dat bestuur zitten nou. In oktober tijdens het Dutch Design Week krijgen wij internationale mensen over de vloer uit al die landen. In Eindhoven, maar ook in andere steden in Nederland. IsoCarp heet dat. En we gaan ons Eindhoven als Urban Lab presenteren. Het onderwerp wat wij hebben gekozen is 2.0 Society, de nieuwe maatschappij. Jonge mensen die afgestudeerd zijn, geen baan hebben, maar die kiezen voor hun passie. Voor wat jullie eigenlijk ook laten zien. Jullie kiezen voor passie, jullie kunnen het verhaal fantastisch vertellen. En jullie gaan eigenlijk voor dat verhaal. En niet voor het geld, en niet voor het inkomen. En dat zie ik over de hele wereld. Dat zie ik in Rusland, dat zie ik in Amerika en hier ook. En eigenlijk is dat een beetje iets van deze tijd. Ik noem dat maar eventjes de 2.0 maatschappij. Noodgedwongen eigenlijk in zekere zin, want de banen liggen niet voor het opscheppen. Maar het levert ook nieuwe werkomstandigheden op. En dat vind ik fantastisch. Dus die transformatie, die evolutie, die is nu gaande. En langzaam maar zeker worden we ons dat bewust. Juist door dit soort avonden als nu. Klein, knus, maar we delen het wel via internet. Heel goed.
Nou, als laatste wil ik mee afsluiten die Sociëteit voor Urban Planners. We hebben een nieuwe platform gemaakt. Niet zo'n albollig logo, maar dit is door een Eindhovense ontwerper gemaakt. Een platform waardoor we met niet alleen Eindhoven, maar uiteindelijk 12 steden dit jaar in oktober tijdens de Dutch Design Week dit organiseren. Als jullie IsoCAP opzoeken, IsoCAP 2015, en je googelt daarop, dan kun je vinden dat je als jong planner deel kunt nemen daaraan betaald. Dan word je wel geselecteerd, maar dan kun je wel meedoen. Ik maak er maar een beetje reclame voor. Het gaat voor jong planners tot 35 jaar wereldwijd gaan meedoen. Er worden er 36 geselecteerd. Dit zijn wat mensen met wie ik dat samen mee mag organiseren. Allemaal jonge mensen. Team 10 heb ik het maar genoemd. Omdat het eigenlijk een beetje aanvoelt als... maar goed, leden ga ik niet stellen. Nou, wat ik belangrijk vind is dat, ik noem het human energy factor, dat op het moment dat generaties samenwerken die dat idealisme delen, dat er meer uitkomt dan de som der delen. Dus die human energy, dat is, dat is het idealisme wat in jullie generatie zit, wat eigenlijk ook in mijn generatie zat en nog zit eigenlijk. En ik vind het heerlijk om mijn kennis met jullie te delen. En ik krijg er energie van. En ik merk dat als je dat uitwisselt, dat het een heel mooi systeem is, waarvan de human energy factor heel hoog is. Nou, isocap2015.org is de site die je dan moet opzoeken. Dat is eigenlijk het verhaal. Wij hebben jonge mensen nodig om dit te delen. En jonge mensen, dat is de toekomst. Voor mij is dat 10%, voor jullie is dat 90% van je leven, van je carrière. Daar gaat het dus om. Dat was het. Dankjewel. Dankjewel, Kees. Dankjewel. Je had het onder andere over share and care. Ja. Dat we meer met elkaar moeten gaan delen en verschillende generaties. Hoe denk jij dat dat past in een Nederlandse maatschappij waar we iets meer misschien gefocust zijn op privacy, op individualisme en kapitalisme speelt hier ook nog een grote rol. Hoe denk je dat dat in kan passen in de Nederlandse samenleving? Ik denk dat je gewoon moet beginnen. Dream, dare, do, zeg ik wel eens. Dat je moet gewoon morgen beginnen. Er zullen een aantal mensen zijn. Dit initiatief hopen wij aan het eind van het jaar van die school hebben aangeboden aan Woonbedrijf. Woonbedrijf vindt het fantastisch. Die wil die school nu kopen van de gemeente. De gemeente vraagt er nog iets te veel voor. Maar als dat opgelost is, dan gaat dat initiatief misschien door. Ik ben gisteren in Utrecht geweest. Mocht ik bij een clubje zijn, dat heet Stadsmakers van Nederland. Je hebt stadsactivisten. Het gekke is dat wat hier gebeurt in Eindhoven ook in allerlei andere steden gebeurt. Mensen hebben zich verenigd dankzij Amsterdam, een half jaar geleden, in stadsambassades. Wij hebben hier ook in Eindhoven stadsambassade opgericht. Dat is een ambassade van stadsactivisten. En die mensen komen nu samen. En gisteren zei Plasterk, dat was in Utrecht bij een generale conferentie. Die zei, wij willen juist dit soort initiatieven ondersteunen. Dus wij kunnen invullen, een call voor die daarvoor is gedaan. Wij gaan dit initiatief presenteren. En wij hopen dat we er een beetje extra budget voor krijgen. Niet dat het daarvan afhangt, maar we willen het daarmee wel op een internationaal niveau tillen. In ieder geval op een nationaal niveau. En we hopen dus dat eind van het jaar Woonbedrijf ertoe overgaat om dit inderdaad te realiseren als een pilot. Dus het kan heel bescheiden zijn. Het gaat dan over de huursituatie natuurlijk. Woonbedrijf realiseert het dan in de huur. Maar het kan ook zo zijn dat drie mensen van mijn generatie zeg maar een kerk kopen en daar elke een 5 ton voor neerleggen. En dat je dus voor 1,5 miljoen een compleet verbouwde kerk hebt, maar ook jonge mensen bij kunnen wonen. En dat je zelfs verzorging inkoopt. Dus je krijgt hele nieuwe systemen. Kleine dorpjes als het ware. Mini-dorpjes in de stad. In een mooi gebouw. Ik zou zelf over 5 jaar zo willen wonen bijvoorbeeld. Maar denk je dat er nu jonge gezinnen misschien zijn die het fijn zouden vinden als hun ouders bij ze inwonen eigenlijk. Of in de buurt wonen om op de kinderen te passen. Of zijn het dat toch Nederlanders die de schoonouders en de ouders liever iets verder hebben om een keer een gebakje mee te doen? Ik denk dat dat laatste zal zijn. Ik denk dat je niet met je eigen familie gaat samenwonen. Ik denk dat je met andere mensen met wie je minder binding hebt naar je familie, dat je daar wel accepteert om gek genoeg om mee samen te wonen. Omdat je niet altijd bij je ouders in de buurt woont. Ja. En dat je op die manier dus nieuwe communities gaat vormen. Wat ik ervaar dus als ik naar Rusland ga met jonge mensen, maar ook hier in Eindhoven. Als ik daar een weekje of 1,5 week zit, dan ontstaat er zoveel energie. Dat is fantastisch. En het is eigenlijk dat soort energie waarvan ik denk dat is de basis voor nieuwe communities. Ik denk dat dat haalbaar is. Maar ik zou het dolgraag een keer willen proberen en zelf ook willen wonen. Ja, gewoon doen. Ja, en kijken en de mensen meenemen in je visie. Ja, dankjewel. Ja. Dan wil ik eigenlijk de andere twee sprekers ook uitnodigen om hier te komen zitten. Alsjeblieft. En nog een applaus voor Kees Donkers. Ik zou het bijna vergeten.
Ja, dankjewel. Nou, we hebben dus verschillende dingen gehoord, zoals ik al zei. De woonmarkt, en zoals zij vooral zelf al zeiden. De woonmarkt verandert, de mensen veranderen, de maatschappij verandert. En zelfs de overheid roept dat we nu een participatiemaatschappij moeten worden. Een participatiesamenleving. En er zijn verschillende antwoorden op dat vraagstuk geïntroduceerd. Wat ongetwijfeld ook vragen bij jullie heeft opgeroepen. Dus ik zou willen vragen, waar zijn de vragen? Dan kom ik naar je toe met de microfoon en dan krijgen we hopelijk ook antwoord van een van de sprekers. Wie wil het spits afbijten? Kom naar u toe. Dus ik moet even wachten op het microfoon, dan kunnen mensen thuis ook horen. Ik heb even een vraagje voor die meneer van het Ecodorp. Je had het even over zonne-energieopwekking, zonnecellen, zonnepanelen en energieopslagsysteem. Kun je daar wat meer over vertellen hoe ver dat gevorderd is en met welke systemen je werkt en of dat al zover is gevorderd dat het ook toepasbaar is? Meneer van het Ecodorp. Ja, dat is nog heel pril. We zijn net met een bedrijf in gesprek. En die zeggen van, ja, we hebben het nog nooit gedaan, maar we willen dat graag voor jullie gaan ontwikkelen. En wat ons streven is om ervoor te zorgen dat hij dat open source wil gaan doen. Dus dat betekent dat hij het voor iedereen vrijmaakt, zodat anderen het ook kunnen gaan proberen en kunnen gaan verbeteren. Want dat is het leuke van open source. Ineens heb je allerlei mensen over heel de wereld die meehelpen om het product nog beter te maken. Dus het is nog heel pril, maar het begin is er. En we hopen over een aantal maanden wat meer echt exact te weten. Ja, dat wordt dan gedeeld via de nieuwsbrief en de website. Ja, dankjewel. Andere vragen uit de zaal? Ja, ik kom naar u toe. Nou, ik hoorde van Ad in ieder geval al dat er een samenwerking is met het ministerie om nieuwe ontwikkelingen een kans te geven. Nou hoor je ook van Rudy van het ontwerp is er dan en dat kan eigenlijk alleen maar plaatsvinden omdat het dan onder een tijdelijke regeling valt. Nou denk ik dat een hele hoop interessante ideeën heel mooi zijn, maar dus ook tegengehouden worden door een groot bestaand regelwerk. Hoe kijken jullie daarnaar en wat zouden we moeten doen om dat regelwerk meer aan te passen aan de huidige praktijk? Ja, wie gaat de vraag beantwoorden? Dus... Ik kan daar in ieder geval wel iets over zeggen. De overheid weet dat. De overheid weet dat er te veel regelgeving is. En die heeft bijvoorbeeld die crisis- en herstelwet geïnitieerd om ervoor te zorgen dat duurzame en innovatieve projecten soepelere regelgeving kennen. Bijvoorbeeld, er is in Groningen een heel park waar duurzame energieprojecten worden getest, die veel soepelere regels kennen dan de rest van Nederland. En als dat lukt, worden wetten aangepast. En die crisis- en herstelwet die heeft al een heleboel wetten aangepast, omdat het bleek te werken in die crisis- en herstelwet. Dus de overheid die beseft dat en is daarmee bezig. Oké, dankjewel. En mag ik even vragen... Jij wilde zelf reageren? Ja, ter aanvulling. In mijn optiek is politiek bijna altijd reactief. Dus ze reageren op dingen die in de maatschappij gebeuren. En tegelijkertijd denk ik dat ondernemerschap en voorop willen en kunnen en durven lopen vanzelf wel weer luikjes opentrekt en dingen in gang zet. Dus wat we heel specifiek bij de Heijmans One zien, die is online gegaan. Via social media werd die 10 keer gedeeld, deden mensen zelf. Heijmans heeft 100 woonsollicitaties gehad van mensen die daar gewoon willen wonen. Ja, wie ben je dan om in Den Haag te zeggen, dit gaan we niet doen? Dus op den duur zwichten zij voor wat wij nodig hebben in plaats van wat zij denken dat mogelijk is. Alles is mogelijk. Dankjewel. En denken jullie aan alle drie de vraag hoor. Heeft de politiek dan eigenlijk wel heel erg door hoe urgent dit is? Hebben ze dat door en wil ze nog afwachten of er succes mee wordt behaald? Of zijn ze misschien, hebben ze nog niet genoeg de drive om er echt verandering in te brengen? Nou, ik werk samen met Mirjen Scheurs. Dat is een wethouder die al heel lang meeloopt. Daarom liet ik het even in het begin zien. Ja. Zij is echt iemand die hier volledig achter staat. En zij is ook mijn counterpart, zeg maar, in het college. Zij is de drive achter dit soort dingen. En dus ik denk dat de politiek wel degelijk hierin gelooft. En om een voorbeeld te noemen, wat past een beetje in wat we net bespraken. 5, 6, 7 jaar geleden hebben wij een keer in een debat, dat deden we dan elke zondag tijdens de Design Week, supervisiesalon heette dat in het stadhuis, hebben we resultaten van studies van studenten naar voren gebracht. Het omvormen van kantoren naar wonen. Toen werd dat geblokkeerd door parkeernormering. Iets heel banaals.
Er moesten zoveel parkeerplaatsen zijn in een bestaande situatie. Dat kan natuurlijk nooit, dus dat ging altijd fout. Nu zijn er we hebben dat toen voor elkaar gekregen dat die parkeernormering voor de binnenstad werd losgelaten. Want er zijn al zoveel parkeerplaatsen die 's nachts leeg staan. Dus die uitwisseling die is daar volledig aan de orde. En nu zie je dat jonge ondernemers daar hun kans grijpen. En fantastisch, ik vind het echt super wat ze doen. Leegstaande kantoren gewoon omvormen tot woningen. Ik vind het fantastisch. En dankzij die aangepaste regelgeving waar de politiek toe bereid was. Het zijn kleine stapjes, dat geef ik toe. Maar het laat wel zien dat leegstaande kantoren nu eindelijk worden benut in de stad. Eindelijk. Daar hebben we 5 jaar geleden voor gepleit en het lukt dus blijkbaar. Ja, dankjewel. Andere vragen uit de zaal? Ja, kom ik ook naar u toe. Het is niet zozeer een vraag als een uitlating van iemand op leeftijd. Wij kwamen hier met dubbele, we zijn hier met z'n tweetjes, met dubbele bedoelingen naartoe. Van wat is er nog mogelijk in onze wooncarrière op onze leeftijd? En twee, wat leeft er allemaal in de stad in Eindhoven? Want we zijn na lang hier weg geweest, dus zijn weer teruggekomen. En ik moet zeggen, ik word er hier vanavond wel een beetje erg blij van om te zien dat er nog zoveel leeft en dat het leeftijdsverschil niet alles doet. Want dat zien we daar bij het trio voor ook. Het grote leeftijdsverschil met enthousiasme is er. En ik ben trots op Eindhoven hier terugkomen na 40 jaar dat er zoveel dynamiek is. Het is zo prachtig om die stad te volgen in van Strijp S tot het gasterrein, om het maar wat te noemen, of het hergebruik van oude gebouwen. Ik ben blij dat ik gekomen ben en dit gehoord heb. En ja, bedankt. Het was geen vraag, dus. Nee, maar een hele waardevolle toevoeging, denk ik. Ja, dankjewel. Dan heb ik leuk eigenlijk om te horen. Precies. En ik denk dat Eindhoven is natuurlijk ook een beetje volgens mij voorloper in Nederland in dit soort dingen. In Nijmegen leeft de deeleconomie. In de Randstad zijn ze nog niet heel erg mee bezig, volgens mij. Daar leeft een ander soort politiek, dus dat komt wel. Maar ik had een andere vraag, die kregen we voorheen. Hoe het zou kunnen dat 3 mensen met eigenlijk soortgelijke visie zouden kunnen samenwerken. En hier hebben we heel duidelijk een verhaal gehoord van de starter of de wat oudere, maar de single. Gezinnen gaat het eigenlijk vooral om. En jij hebt het over de generaties die je wilt verbinden. En dat kunnen alleenstaande zijn, kunnen gezinnen zijn. Maar toch wel andere doelgroepen. In hoeverre denken jullie dat samen kan komen? Hoe kan het überhaupt een samenwerking tussen dit soort projecten? Of staan ze los van elkaar? Rudy. Ja, dat kan samenkomen. En het resultaat heet dan stad. Want dat is gewoon het karakter van een stad. Daar gebeurt zoveel en dat loopt zoveel door elkaar. En misschien zie je ons nu voor ons als dat ik een potje pindakaas maak en jij zit op de groenteafdeling en jij staat bij de zuivel. Met z'n allen staan we in een supermarkt. Maar wat ik wel heb geleerd is dat je dient te focussen om in de eerste instantie iets voor elkaar te krijgen. Dus toen ik bij Heijmans rondliep, wilde ik alles zelf doen, tot en met de techniek en het design. Dat gaat je niet lukken. Maar wat mijn kracht was, is dat ik zelf de doelgroep als geen ander ken. Want ik ben zelf de doelgroep. En dat hoorde ik Kees ook zeggen op een gegeven moment. Dat maakt mij dan heel blij. Die projecten die studenten initiëren met verschillende generaties samenwonen, daar wil ik zelf over 5 jaar wonen. En eigenlijk, wat ik jou, jij gaat er zelf wonen en ik zou er ook zelf willen wonen. Zijn wij gaan ontwerpen of zijn wij met dingen bezig waar wij zo in geloven? En met ons zit daar gewoon een heel deel van de maatschappij achter. En in mijn geval zijn singles en bij jou bewuste gezinnetjes en bij jou mensen die aangehaakt zijn, of ze nou 60 plus zijn of 30 min, samen doen. En ik denk dat die verscheidenheid super is. Want niet iedereen drinkt hetzelfde smaakje thee of rijdt in hetzelfde type auto. Het mag er allemaal zijn. Maar die drive en enthousiasme, dat is zeker iets wat we allemaal delen. Jouw Heijmansman kan in zijn dorp en dan kunnen jullie de was doen voor hem die te laat thuis komt. Graag! En mijn overhemden strijken en mijn potje koken. Gelijk tekenen voor het contract. Nee, mooi, dankjewel. Dus het kan inderdaad op die manier samenkomen, denken jullie. En het is gewoon eigenlijk alle drie, je moet er gewoon voor gaan. Volgens mij zag jullie dat alle drie ook. Mensen meenemen. En als het allemaal een succes wordt, wordt het dorp komt in jouw stad. En zo komt het allemaal samen. Mooi. Andere vragen of opmerkingen? Alles is welkom uit de zaal. Mensen, ik zie een twijfel, maar dan kom ik al gelijk, hè? Het is heel leuk dat je nu zegt van ja, ik ben zelf de doelgroep. Dus ik weet precies wat ik wil maken of wat ik wil hebben of wat mijn waarden zijn. En dat geldt voor jullie alle drie, denk ik wel. Maar wat nou als je een organisatie bent en je bent met een project bezig, maar jij bent niet zelf de doelgroep. Maar je moet wel iets maken wat die doelgroep precies wil. Hoe moet je dat dan doen? Waarom moet je dat?
Omdat er ook andere mensen zijn dan singles bijvoorbeeld? He, dus als je, iets, he, als je een heimans bent en je wil voor meer doelgroepen iets maken, hoe doe je dat? Zij vraagt eigenlijk hoe, zij hebben al drie gezegd hoe ze hun project hebben gedaan, waarom het succesvol is. Hoe kan je ook een succesvol project maken als je zelf niet de doelgroep bent? Dat is de vraag, denk ik. Volgens mij is het antwoord, is betrek de doelgroepen bij. Laat ze mee ontwerpen. Hetzelfde eigenlijk al als wat Kees vaak gedaan heeft in zijn leven. Betrek de doelgroepen bij en dan kun je samen iets ontwerpen waarbij iedereen zijn bijdrage kan leveren, waardoor het een mooier product wordt. Ja, en ik denk, dat is eigenlijk ook wat jij zei, Rudy, team. Betrek de mensen erbij. Je merkt dat je zelf niet zo goed was in bepaalde facetten, haal je anderen erbij. En als je niet zo goed bent in het, ja, ook te kijken wat de doelgroep wil, kan je misschien de doelgroep erbij halen. Ja, en dat wil ik nog op toevoegen, want Tim die gaat dus echt sky high met zijn startup Mood Builders. Dus tegen heel de stroom in van de architectenwereld is hij wel aan het groeien en krijgt hij wel opdrachten. En de vraag aan hem, hoe doe je dat dan? Want bij Heijmans heeft hij dus een jaar of drie kwart jaar meegelopen zonder dat er überhaupt sprake was van ook maar €1. Had hij allemaal op intentie, passie en daarna, toen het pas iets werd, ging dat lopen. Maar hij zei, met nieuwe opdrachtgevers hebben architecten heel vaak een clash, dus het botst. Want de opdrachtgever wil iets, die betaalt en de architect komt met iets hoogdravends of iets veel te duur. En wat hij van het intakegesprek maakt met de opdrachtgever, daar maakt hij een workshop van. Van 1,5 uur, 2 uur. En dan gaat hij en schetsen en tekenen met de opdrachtgevers te plekken. En daar geeft hij dan de eerste schets op. En daar herkennen mensen hun eigen lijnen in en hun eigen ideeën. En hij als architect denkt erover na, wat is praktisch en hoe werkt het? Waardoor hij al vanaf het begin, vanaf een heel ander startpunt begint dan de traditionele architect. Dus echt samen met elkaar in plaats van lijnrecht tegenover elkaar. Ja, beantwoord dat de vraag? Dan is nog een andere vraag uit zaal. Het is geen vraag, maar even een aanvulling op jouw vraag. Ik weet niet of je het project SpaceX kent. Daar wordt binnenkort gebouwd door woonbedrijf op Strijpes. En daar zijn vanaf het begin van het ontwerpen potentiële bewoners bij betrokken. Er worden allemaal huurwoningen, ook voor allerlei verschillende doelgroepen. En dat loopt al een aantal jaren. En in die hele periode zijn potentiële bewoners, potentiële huurders bij het ontwerpen betrokken. Dus er zijn voorbeelden van hoe dat kan. Dus een project ter aanvulling, 400 wooneenheden, 200 zijn er al vergeven, sociale huurwoningen, van studio tot loft tot meergezins. En de buurt bestaat al, die 200 mensen komen overal vandaan en die kennen elkaar. En de woningen zijn er nog niet, maar over 2 jaar hopen ze het op te leveren. En dan wonen mensen met elkaar die elkaar nu al kennen. Ja, dankjewel. Andere mensen uit de zaal, goede toevoeging daar. Ik kom eerst naar u. Een vraag, hoe kun je dit soort ideeën in bestaande wijken gaan toepassen? 3 knikkers, wie gaat hem beantwoorden? Nou, wat betreft ecodorpen, die hebben het als hoofddoel om een duurzame samenleving te maken. En in elke stad in Nederland is wel een transition town. Die heeft hetzelfde idee, alleen dan in de stad. Dus ook in steden zijn mensen bezig om de stad duurzamer te maken. Nou aan? Ja. Ja, okay. Hij doet het. Ik heb het eigenlijk al laten zien dat we in Doornakkers, in een van die krachtwijken, voorheen krachtwijken, dat we daar het oude pand van Wij Eindhoven, dat was een kantoorpand, daar hebben we een jaar kunnen huren. Daar hebben we Russische studenten gehad, zijn we beneden met een studio begonnen. Binnen een jaar was die studio stond op eigen benen. En hebben we het voor elkaar gekregen dat we de school die aan de overkant lag, die leeg staat, dat we daar die plannen voor hebben gemaakt, samen met in een zomercursus van een maand met Russische studenten. Afgelopen jaar hebben we dat bij Vitalis, dus bij de oudjes binnen, gepresenteerd tijdens de Dutch Design Week. Nou, die vond het fantastisch. Het was echt een komen en gaan van mensen in een, ja, zoals een verzorgingstehuis of hoe je het ook noemen. Dus er is ook interactie met Vitalis, die hebben het ook mee ondersteund. En dus je ziet dat generaties met elkaar samenwerken en dat er binnen een jaar een presentatie komt in de buurt van iets wat iets betekent. En dus is er ontzettende, hoe moet ik dat zeggen, levendigheid ontstaan. Ze organiseren ook filmavonden. Projecteren ze een film vanuit binnen, vanuit die cornerspot. En die hebben ze op een wit doek, dat hangt voor het raam. Dan kunnen mensen buiten, op zijn Turks bijna, of op zijn Grieks, als het klimaat dat toelaat natuurlijk, filmpje kijken, maar kan ook binnen. En dat zijn die hele leuke, kleinschalige, bijna knusse ervaringen die dat buurtgevoel bevorderen.
En ik heb iets heel geks, maar ik heb van de zomer, ik had 9 fietsen georganiseerd voor die Russische studenten. Op een gegeven moment was er eentje voor de deur gewoon gestolen. Godverdorie, het zal me net gebeuren. Ik had ze geleend, dus ik was ervoor verantwoordelijk. Via die mensen die verderop zaten in dat rijtje, die zeiden, dat gaan we wel oplossen. S'avonds kregen we de fiets terug. Zij wisten wie dat gedaan had. Dus dat zijn die kleine dingen. Ik denk, godverdorie, dat is dus allemaal mogelijk. Aanvulling nog? Ja, een hele praktische. Ik denk dat de voetafdruk van de Heijmans One ongeveer 35 vierkante meter is. Dus waar wil je hem hebben, zou ik bijna zeggen. Die kan gewoon overal neergeplopt worden. En ik denk dat het ook tof is om te zeggen in dat geval, want natuurlijk kan dat, ik vind dat een van de interessante dingen van dit concept, het kan als een soort van buffer fungeren. Dus met alle spanningen die nu gaande zijn in Groningen, met huizen die verzakken, mensen die weg moeten. Daar sprake van dat hele dorpen opnieuw opgebouwd moeten worden. Dat is helemaal afgebroken. Ja, waar blijven die mensen? Je wilt niet 5 jaar lang in een keet zitten. Maar die kunnen dus in zo'n tijdelijk dorp wonen. En na 5 jaar verhuizen ze weer terug. Dus ze werken als een soort van buffer. En goed om te vertellen wat ik daar net was vergeten. Er staan er nu 2 in Amsterdam. En iemand kwam naar me toe in de pauze. En die zei dat het dan weer in Amsterdam moet gebeuren. Niet in Brabant. Gemeente Sertogenbosch is voornemens om dit jaar 10 woningen, 10 Heijmans Ones, te plaatsen in Den Bosch. En ze daar dus te verhuren aan Bossenaren. Mooi. Nou, hij komt dus toch nog naar Brabant. Hier nog een vinger. Ja, in Eindhoven is toch ook het initiatief van de 3 dames van Kilimanjaro, die met bouwen in eigen beheer mensen bij elkaar probeert te krijgen. En eerst allemaal inventariseren wat de mensen, in dit geval de gevorderden, dus mensen die al een heel stuk leven achter de rug hebben, om bij elkaar te gaan wonen en dan van onder naar aan dat met elkaar de ideeën te delen en op te gaan bouwen. Dus een architect die het dan uitwerkt later. Dus op de Akkerstraat, het hergebruik van de school, dat is onlangs begonnen. Dus ook hier, er leeft wat in de stad. Ja, dat klopt denk ik. Dat past ook heel erg bij alle 3 de initiatieven en vooral wat jij natuurlijk zei, Kees. Maak gebruik van elkaars kennis, expertise, alles om een goede maatschappij op te kunnen bouwen eigenlijk en daarbij elkaar te kunnen helpen. Mooie toevoeging. Dankjewel. Zijn er, voor we dan naar de afsluiting zouden gaan, zijn er nog mensen die vragen hebben, iets willen zeggen? Jullie ook, die aan elkaar vragen willen stellen? Of aan het publiek? Hoorde ik daarin, miste ik het of hoorde ik een stemmetje in mijn hoofd? Dat kan ook. Zijn er nog vragen of opmerkingen? Dan heb ik nog wel een laatste vraag aan jullie. We hebben het erover gehad, we moeten het gewoon doen. Veel sceptici, veel negatieve energie, die laten we links liggen. Die nemen we wel mee als we allemaal enthousiast zijn. Maar wat zou nu de boodschap zijn aan de mensen hier, de mensen thuis en misschien ook een beetje de sceptici? Wat is de boodschap om dit te kunnen verwezenlijken? Wat zou je willen zeggen tegen die mensen? En alle 3 eigenlijk. Nou, ik heb daar een motto voor. Dat is het heet Dream, Dare, Do. Dat gaat eigenlijk over het feit dat je mag dromen. Vanavond hebben we een beetje gedroomd. We hebben een beetje gedeeld. Maar je moet ook durven om het te doen. En dat betekent dat iedereen voor zich kan bepalen wanneer hij dat doet en of hij dat doet. Maar dat doen, dat is heel belangrijk. Inderdaad, vooral morgen. We zitten hier een heleboel ideeën uit te wisselen en enthousiast voor elkaar te zijn. Maar morgen gaan we over tot de orde van de dag. En ik denk dat de kunst is dat er af en toe mensen zijn die het daadwerkelijk doen. Ik denk dat voor mij heel belangrijk is. Dream, dare, do. Mooi motto. Ja, ik kan me daar helemaal bij aansluiten. Als je een lange reis wil beginnen, begint het toch met die eerste stap. En dat is gewoon doen. Ook al is dat een klein begin, gewoon doen. Net als jouw reis, 2019 komt er eigenlijk pas een nog zo gepassioneerd en gemotiveerd ermee aan de slag. Ja, ga ik hem toch gewoon nog een keer noemen. De missie Nederland positiveren. En de oproep aan jezelf. Je kunt jezelf positiveren. Je kunt de gaafste versie van jezelf zijn. Op elk gegeven moment kun je denken, ik ga het wel doen of ik ga het niet doen. En bij Heijmans heb ik me gewoon 6 maanden voorgehouden. Oké, mensen kunnen me een clown vinden. Kunnen me gek vinden. Kunnen me tekeningen lelijk vinden. Maar ik doe alles wat in mijn macht ligt om een stap verder te komen. En als mensen me daarin gaan helpen, als zij net zo optimistisch en positief gestemd zijn als ik, dan zijn ze mijn bondgenoot. En if not, dan laat ik het gewoon van me afglijden. Positiveer jezelf en verbeter de wereld. Mooi, dankjewel. Nou, dat woord komt in een woordboek, denk ik, als we hem zo door blijven zitten. Een applaus, inderdaad. Dankjewel, al 3 de sprekers. Rudy van Beurden, Ad Vlems, ik vergat het bijna, en Kees Donkers. Dankjewel. Nog een applausje, waarom niet? En heel even.
Ja, ik ga hem nu nog afsluiten hoor. Ik ga het helemaal doorgeven. Hele goede tip. Voor ik dat ga zeggen, wat ik ga zeggen, dat is nu de cliffhanger geworden. Wat vonden we ervan? Niet per se inhoudelijk, maar wat vonden we van de avond? Van Paradigma zelf, van het initiatief, van onderwerpen. Mensen knikken, twee duimpjes omhoog. Mensen die denk ik wel anders wonen. Morgen al wordt huurcontract opgezet, hypotheek weg. Het huis is vorig jaar al verkocht. En even, meneer, u zei, voor onze wooncarrière zijn er dus nog mogelijkheden. Wat zijn die mogelijkheden? Of wat zie je zelf als een mogelijkheid nu? Ja, dan zit ook de gekoppeld of verkoppelen aan die aan de zorg. Hè. Je wordt, nu kunnen we nog veel. Hoe gaat dat straks? Van, het blijft niet zoals het was. We zullen met elkaar dingen moeten doen. Ik hoef mijn buurvrouw misschien niet te verzorgen, maar er zijn toch mogelijkheden. Dus het wonen en het leven en het zorgen voor onze generatie zal niet zo zijn als van onze ouders. Dus daar is een gebouw, een gezamenlijkheid, mogelijk een oplossing voor. Ik weet het nog niet echt. Maar één ding is in onze situatie nu al aan de orde, dat we dan meer comfort, want onze leeftijd brengt dat mee. Het moet gelijkvloers, het moet aangepast, maar collectiviteit, we willen ook graag contacten. Dus dat is nog een zoektocht, ik weet nog niet hoe dat zich oplost. Hey, maar de eerste puzzelstukjes zijn misschien al gelegd door de inzicht die zijn geboden. Mooi, dankjewel. En hier nog iemand? Ja, ik denk dat wij allemaal gaan doen, is een nachtje in een boomhut van Ad Vlems, zijn dorp. Want dat kost maar €100, geloof ik. Dus dan kan je met, als single of met je hele gezin lekker bij elkaar op schoot. Ik kom. Lekker knus, gezellig. De aanmeldingen kunnen hierna met een borreltje worden geregeld, denk ik. Allemaal enthousiast mensen. Volgens mij is de missie eigenlijk gelukt. Inzicht bieden in de mogelijkheden die er zijn. Urgentie laten ervaren. En mensen enthousiasmeren. En dat is denk ik wel gelukt. Allemaal dus bedankt voor de aanwezigheid. En ook de kijkers thuis bedankt. En dat gezegd hebbende, er is dus een open webcast. Dit kunnen jullie allemaal terugkijken of naar iedereen doorsturen. Het was super interessant, moet je ook kijken. Dat kan op openwebcast.nl. Daar is een zoekbalkje, toets je paradigma in en dan zie je eigenlijk ook alle andere paradigma afleveringen. Dus stuur ze allemaal door. Allemaal heel handig. En als jullie het leuk vinden, het initiatief van Paradigma, kun je Facebook leuk vinden. En dan zie je de evenementen, kan je er ook voor uitgenodigd worden. Voor de mensen die daar niet aan doen, zeg ik alvast, de volgende is op 4 juni. En dat heet Het Slimme Boek. Als ik het goed heb, Het Slimme Boek, ja. En 3 juni is een workshop georganiseerd, het maken van een hologram, samen met Dutch Designers Week van Eindhoven. En dat is ook van Paradigma, kunnen jullie ook nog heen. En voor nu zou ik zeggen, heel erg bedankt. Jullie kunnen nog even een borreltje drinken en rond 10 uur gaan we hier allemaal weer weg. En graag tot de volgende keer. Dankjewel.